Ik lust die taart niet. Ik wist dit dus, wat jij nu zegt. Ik had het beste functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek uit mijn leven. Een hele goede kwaliteit. Echt sporten doe ik al best wel een tijdje niet meer. Nieuwe Tindermatch heeft echt een goede invloed op me. Ik moet dit gewoon hebben. Ja. Ik vind hem zo mooi. Er zit het vet in je shirt. Ik heb nu deze gekregen. Ik voel me dus zo ontzettend goed door gisteren. Hier heeft het geen rollen meer. Het is echt een chaos in de klas. Heel trots op mijn klas. Ik wil dat je voor je het woordje zegt. Ik moet wel echt zeggen dat ik dit wel heel aantrekkelijk vind. Goedemorgen. Oh nee, mijn batterij is leeg. Allemaal welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is 51. Dus ik ga lekker fietsen, want ik hoef pas om 56 weg als ik wil fietsen. Maar ik ga nu al weg. Ik ben blij. Vandaag heb ik het anders gedaan dan normaal. Ik ben beneden me gaan opmaken en dingen gaan doen. En eerst gaan douchen en dan pas hier naar Bolly toe gegaan en zo. Het viel me eigenlijk wel. Ik had veel minder stress. Dus dat kan nu het donkerder wordt, want dan is het nog donker genoeg om Bolly zeg maar in de kooi te krijgen. Dus wie weet is dat chiller, ga ik het vaker doen. Oké. Oh ja, ik moest nog een laagje mascara mee. Doei! Oh, ik heb 1% batterij. Wordt een lang verhaal. Oh ja, het ging over de papegaai Ricky. Mark trekt een vies gezicht. Ik lust die taart niet. We hebben nog andere taart, hè Ricky? Nee. Hè? Maar dat is heel raar, want als ik vroeger naar de hockey ging, dan kocht ik zo'n ding bij de blokker. En dan ging ik het een uur later aanklikken en dan deed hij het gewoon. Omdat in de fabriek hebben ze hem voor mij al gekookt. Maar is dit echt waar? Dit heb je opgezocht op YouTube. Ja, dan geloof ik het. Oh nee, maar weet je nu jij het zegt? Ineens krijg ik een herinnering van vroeger dat ik wist dit dus, wat jij nu zegt. Ja, ik krijg een flashback, want inderdaad, als je hem één keer gebruikt hebt, wordt hij nooit meer zacht. En dan moet je hem in warm water leggen en dan kan je hem weer gebruiken. Ja. Ja. Het leek, zat, oh, dat is die foto waarvan ik dacht dat het een rookworst was, een ei. Oh, nu begrijp ik alles. Maar waar zijn je ei? Maar je had geen foto van het ei gestuurd, toch? Oh. Ja, maar ik dacht dus dat je een gekookt ei aan het maken was. En nu weet ik niet wat voor ei je hebt gemaakt. Oh, wel. Nee, dat was die handwarmer. Wat? Huh? Die twee warmen van die handwarmer, dat dacht ik dat het eitjes waren. Nou, jeetje, nu snap ik er echt niks meer van. Haal ik nou twee foto's door elkaar dan? Oké, dus je hebt eerst een handwarmer gestuurd. Goedemorgen jongens, het is echt heerlijk. Ik heb vandaag weer ben ik beneden zeg maar geweest. Lekker nieuws gekeken. En het voelt toch iets lekkerder dan dat je maar gewoon boven je slaapkamer zit. Ik ben nu mijn tweede koffie aan het zetten. Ik heb straks dus zienbespreking en daarna meteen mijn lesbezoek. In de middag functioneringsgesprek, dus ik heb wel energie nodig. Ik moet over 10 minuten weg op de fiets. Dus ik ga even snel aankleden en nog mijn laatste koffie drinken. Haarstylen. Sieraden, dat is allemaal 10 minuten. Oh, ik heb nog eens mijn camera niet opgeladen. Nou, ik had het beste functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek uit mijn leven. Anderhalf uur gepraat en ik heb echt allemaal veren. Echt niet normaal. Ik ben zo ontzettend blij. Echt alleen maar lof en ook heel gericht. En ook terugkijkend naar hoe ik vorig jaar was en het jaar ervoor en hoe ik gegroeid ben. Echt, ik ben zo ontzettend blij met de gerichte complimenten die ik heb gehad. En hoe trots ze was en zo de directeur. Dus ik ben echt, ja, mijn dag kan echt niet meer stuk. Ik ben echt heel blij. Dus nu ga ik lekker even naar Zonnebank. Orders net weggebracht en dan lekker naar huis en morgen vrij. Oh my god, ik had dus kleding. Oh, ik heb natuurlijk geen batterij van Chiquelle gekregen. Ik ben net thuis, 6:30.
heel veel hadden ze niet meer in L. Dus ik dacht, ik ga gewoon een keer M proberen. Want ik wil gewoon de leuke items. Dit is een M en het past. Dus het is heel kort. Maar dit is zo leuk. Oh, deze kan dus dicht. Oh my god. It's so fluffy. Dit is echt leuk. Ik hoop dat ik echt ooit dit kan dragen. Vet leuke trui. Ja, deze ga ik sowieso dragen alleen. Oh, ik vind het zo leuk. Echt geweldig. Nog zoiets. Het lijkt er een beetje op, maar deze is wel wat langer. Dit is ook een M en dat zit prima. Maar ik vraag me af of dit een L was geweest. Of ik hem misschien als normale trui had kunnen dragen. Want zie je, hij is best wel lang. Zo cute. Maar hij is ook heel leuk zo. Er zitten zelfs zakken in. Echt, ze hadden echt geweldige dingen. Daarom dacht ik ook, ik ga gewoon voor die M, want ik wil dit gewoon. Vet leuk. Ja, ik hou echt van Chiquelle. En hoe meer ik afval, hoe meer ik pas bij Chiquelle. Want het zat allemaal altijd maar tot maat 40. Maar ik heb tegenwoordig sowieso best wel vaak M van dingen. Wat ik heel raar vind, maar goed. Heel leuk. Hetzelfde geldt voor deze. Ja, ik vind dit heel leuk. Dat zie je best wel vaak tegenwoordig. Sacramento. Oh, je kunt hem hier nog strakker trekken. Super leuk. Ja, ik denk dat hier een L niet per se beter was geweest hoor. Heel leuk. Even kijken wanneer en zo ik dit ga dragen. Omdat het dus kort is. Maar gaat mijn helderheid weer te dicht? Ja. Daarom. Ja, super leuk. Ja, de kwaliteit van Chiquelle is gewoon top. Heel leuk. Love het echt. Dit is dus dezelfde trui die ik ooit bij Comois heb gehad. In het roze en blauw. Ik dacht, ik bestel hem ook gewoon nu bij Chiquelle. Super chill. One size. En dit. Ja, dit maakt mij dus altijd heel dik. Maar het is wel grappig. Dit is ook een one size. Maar ik pas hem wel. Ja, dit vind ik altijd heel lelijk. Maar dit ziet er echt niet uit. Maar hoe mooi. Echt zulke goede kwaliteit die Chiquelle kleding. Staat zo lelijk. Grappig. Echt trauma's aan balletles toen ik dit soort broeken moest dragen. Ik was zo benieuwd of het dus echt zo'n goede kwaliteit is als het leek op de foto. En dat je dus helemaal niet je ziet er niks doorheen. Ja, de kleur is natuurlijk niet heel flatteus. Ik had eigenlijk gewoon voor grijs of iets moeten gaan. Weet je, dom. Nu ga ik waarschijnlijk alleen thuis dragen. Maar wat een mooie. Ze hebben nieuwe sportdingen. Zo mooi zien jullie het. Het is echt mega goede kwaliteit. Echt alsof je hem bij een sportzaak hebt gehaald. Wat tof. Oh, dit zit zo lekker. Dit is echt een tweede huid. Wauw, dit zijn wel echt, dit is een tip deze. Oké, de volgende keer als ik weer moet uitzoeken, wil ik deze echt in een andere kleur. Het is echt een hele goede kwaliteit. Oeh, oeh. Haha. Ja. Oké, nou, linkje staat weer in de beschrijving. Het zijn echt wel allemaal heel mooie items. Serieus, anders zou ik het niet zeggen. Allemaal goede kwaliteit, echt tof. Ik heb ook nog die sweater dress waar iedereen haar vroeger in het zwart besteld. Maar ik heb geen zin om die nu ook nog aan te doen. Maar alle linkjes zijn in de beschrijving. Ik laat hem nog wel zien hoor. Dit is, ik vind het zo leuk. Goedemorgen, kinderen. Zo mooi. Ik heb je lief van Paul de Leeuw, denk ik, even mijn lievelingsliedjes. Dit is gezongen door Maan, bij het mooiste liedje. Ik kreeg het aanbevolen op YouTube. Zo mooi. Maar het is nu 10 uur. Ik moet om 10:30 bij de tandarts zijn. Ik dacht, ik sta lekker pas om 9:30 op, want ik had echt mijn slaap nodig. Ik dacht eerst, oh vroeg, maar het is helemaal niet vroeg, 9:30. Meteen een doel, waardoor ik meteen me moest klaarmaken en zo. Ik heb er nu echt make-up op, maar mijn nieuwe Tindermatch heeft echt een goede invloed op me. We hadden het over sporten. Toen dacht ik, nou, ik ga gewoon ook lekker naar de tandarts sporten, want dat doe ik dus niet meer. Ik let eigenlijk alleen maar op mijn eten. En ik probeer genoeg te bewegen, maar echt sporten doe ik al best wel een tijdje niet meer. In de sportschool. Dus ik dacht, ga ik dat ook meteen doen. En ik dacht, ik ga ook lekker op de fiets. Dus ik moet over 4 minuten of zo weg als ik wil fietsen. Maar ik ben tot nu toe dus, ik vlog echt weinig. Maar ik ben heel druk met mijn werk. En ik ben ook best wel moe. Maar ik zit elke avond met hem te bellen. En het is heel leuk, ik zat te denken. We hebben het helemaal niet over hoe was je dag of zo, weet je. Dat is niet, ja, ik weet niet wat we allemaal bespreken. Allemaal echt leuk. Gewoon van alles. Hoe je in relatie staat. Hoe je als persoon bent. Ook wel wat je hebt gedaan op je dag op zich. Maar ook gewoon hele random dingen. En gewoon random verhalen. En super leuk. Het is echt wel leuk. En het heeft ook een goede invloed op me. Dat hij ook gewoon, ja, ik ga nu koken of zo. Of ik ga nu slapen. Dat je er automatisch dan ook in meegaat. Niet van, ik ga nu Chinees bestellen. En ik ga nu uit. En ik lig tot 1 uur in mijn bed, 's ochtends. Nee, gewoon een goed. Hij heeft ook gewoon een ritme in zijn leven. Dat is echt fijn. Dat motiveert echt. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus dat is echt super leuk. Hij heeft dus alleen nu echt heel erg keelpijn en zo. Dus hij hoopt dat hij elke dag niet ziek is. Maar hij doet nu ook echt zijn best om nog niet ziek te worden. Dus dat kan ik allemaal heel erg waarderen. Ja, baby. Het is nu 7 over. Ik moet over 3 minuten weg.
Nou, ik doe even een likje mascara op mijn kop. En dan ga ik. Nou, echt heerlijk. Was het om te fietsen. Lekker gefietst. Even ondertussen gebeld. Tandarts geweest. Mondhygiënist heeft echt alle tijd genomen. Super chill. Het voelt allemaal weer lekker schoon. Toen even een speldbolletje met roastbeef gehaald bij Albert Heijn. En nu ga ik weer een keer sporten. Let's go! Ik ben even in de Primark sinds een lange tijd. En het hebben echt fantastische soort van, ik denk, feestdagen cadeautjes. Maar ik moet dit gewoon hebben. Ik vind dit zo grappig. Dat is ook leuk, ja. Ik zal wel even wat jullie laten zien. Dit is echt super grappig. Kijk dan. Dit is echt oldschool allemaal. Wow. Leuk. Dit is echt vet leuk. Ik vind het alleen niet heel goedkoop of zo. Maar ze hebben dus echt immens veel dingen. Echt mega leuk. Dat hebben ze voor het eerst volgens mij. Zoveel cadeaudingen. Kijk hoe leuk. Wat leuk. Hier zitten koekjes in en zo. Maar dat 8 euro vind ik echt best wel duur. Maar het is wel echt heel cute. Ik ben echt rood. Ik ben echt aan het genieten van deze dag. Normaal doe ik het niet. Normaal ben ik eigenlijk vrijwel altijd aan het werk of zo. Ik dacht ik ga gewoon lekker winkelen. Oh, ben ik nou iets van aan het veranderen. Sorry. Ik dacht ik ga gewoon even lekker winkelen in Almere. Lekker op de markt lopen. Ik twijfel nu over het topje. Ik vind dit best wel leuk voor op een date of zo. Hij is wel kort, maar ik dacht misschien kan ik op zoek gaan naar een zwarte broek. Want als ik zwarte broek bedraag, dan zie je dat buikje minder. En als ik dan een jasje overheen durf ik dat denk ik wel. Want die grijze broek zie je het gewoon heel erg. Maar ik twijfel dus over de kleur. Ik had deze gepakt, maar ik dacht toen vond ik hem best wel leuk. Ik dacht ik ga deze ook proberen. Maar het probleem bij mij is dat ik hier best wel breed ben. Ook qua ribben zeg maar, niet lekker vet. Dus ik heb wel echt een XL nodig met dit. Terwijl ik bij de andere dingen steeds een M heb. Maar daardoor is hij hier dus best wel wijd. Maar het kan wel. Ik vind dat wel heel leuk. Maar ik zal even die andere kleur hier laten zien. Ik weet niet welke ik moet kiezen. Ik ben niet per se heel erg voorstander van zwart-wit. Dus daarom vind ik deze denk ik leuker. Maar deze valt wat wijder hier. Dus ik ga eens kijken of ze er nog een XL hebben. Een beetje uitgerekt. Ja, deze is leuker toch? Ik denk ook wat volwassener. Echt leuk hoor. Ja, ik ga deze nemen. Het is allemaal heel goedkoop hier. Deze oorlogs kost voor ook maar 4 euro. Ik ben zo aan het genieten van deze dag. Het is niet normaal. Ik luister sowieso. Wow, ik zie er ook nu echt gezond uit. Ik ben ook nu echt gezond vandaag. Hey baby Bolly, ben ik eindelijk thuis als het nog niet donker is. Ik ben de hele dag muziek aan het luisteren. Wat ik dus ook... Ik wil echt AirPods. Ik vind het zo duur. Eerst snapte ik niet waarom mensen dat wilden. Maar ik ben helemaal... Heb ik muziek ontdekt. Ik ben gewoon de hele dag dit nummer aan het luisteren. Mijn batterij is nu bijna leeg. Ik heb hem denk ik wel 60 keer afgespeeld. Ik vind het zo mooi. Zelfs tijdens het sporten, ik krijg helemaal kippenvel. Echt prachtig. Ik heb heel veel bewogen vandaag en ben ik heel blij om. Want in Berlijn heb ik heel veel bewogen. En toen de hele week daarna bijna niet. Dromen is oud te worden met z'n tijd. Dat die maar uit mag komen. Molly, jeetje, doe eens normaal. Aanstellen? Ik ben dus echt super eventjes over naar New Yorker. Oh, dit gaan we niet doen. Op de middelbare school. En ik heb echt leuke dingen gekocht. Over deze twijfel ik eerst een beetje. Want hij ziet er wel een beetje goedkoop uit. Maar ik heb dus altijd een tasje nodig die zwart is met zilver. Waar ook mijn camera in past. Zeg maar zo'n schoudertas. En dit draag ik altijd als ik geen rugzak mee heb. Als ik gewoon niet heel veel mee hoef. Ik vond deze echt wel prima. Weet je? Ik vind, ja, natuurlijk is het een cheap tasje. Hij was €14,99. Ik vind hem echt leuk. Dus die heb ik gekocht. Ik vind dit ook gewoon mooi. Dit vind ik leuk. Dus daar ben ik echt blij mee. Op de markt kocht ik 2 Pieter Haya's. 2 Dragon Fruits voor €2,98. Wat dus heel chill is. Ik heb dus in totaal echt zeker 40 minuten gefietst. Ik heb
door heel Almere gewandeld en zo. Ik heb sowieso iets van 8000 stappen gezet vandaag. En ik heb dus 40 minuten krachttraining gedaan. Dus ik voel me vet fit. En ik ben eindelijk bijna mijn Berlijn kilo's kwijt. Dus ik ben blij. Ik heb dit broekje gekocht. Ik vond dit nog relatief duur voor New Yorker. €7,99. Maar dit is gewoon echt net Victoria's Secret, vind ik. Ik heb heel veel dingen in M. Het is een slaapbroekje. Ik vind hem zo mooi. Zie je? Echt, hier ben ik heel blij mee. Er staan ook topjes erbij, maar die was er niet, waren er niet in mijn maat. Nou, deze heb ik dus... Ik heb een ander gepakt en hem niet meer gepast in de hoop dat deze wat strakker zit. Maar ik dacht, wijder valt hij sowieso niet waarschijnlijk. Dit is een XL, dat topje. Twee hemdjes, want ik ben al heel lang op zoek naar hemdjes. En eigenlijk zijn ze altijd heel duur. Ik heb laatst dus bij de H&M ook eentje gekocht in Berlijn. Ik vind hem niet geweldig. Maar ja, ik had het gewoon nodig. En deze is €7. Ook in een M. Maar dit is zo'n best wel stevig. Niet heel glimmend, maar zo'n soort stof. Ik weet niet hoe je dat noemt. Best wel stevig stofje. En met van het kant. En hij is verstelbaar. Dus hier ben ik heel blij mee. En ik wil hem ook nog in de nude kleur, maar die was nog niet in mijn maat. Maar wel deze leuke roze kleur. Ik weet niet of ik hem nou ook nog in groen heb genomen. Ik twijfel, ik vond de kleur groen misschien net. Ik vind groen altijd mooier als het mat is. Maar ja, ik vond het wel echt een leuk prijsje. En ik, ja, superleuk. In een broek met een blazer. Dat wil ik gewoon heel graag weer gaan dragen. Dan echt iets fantastisch is dit oogmaskertje. Maar die is dus... Hij is dus best wel klein, maar dat vond ik dus wel heel chill. En ik ging ook even voelen, want vaak met zo'n band zit het dan niet lekker. Maar deze zit echt heel lekker. Ik vind hem zo leuk. Heel schattig. Niet zo heel kinderachtig en overdreven. En hij was maar €3. Bolly, je hebt die ring er dus al afgebeten, dus die zit er niet meer op. Dus je hoeft niet nog verder elkaar aan te mollen. Echt niet leuk. Ik zag trouwens nog veel meer leuke dingen, maar ik moest keuzes maken. Deze heb ik niet gepast. Ik had hem in een M gepast. Die vond ik net een beetje strak, dus ik heb een L gebakt. Dit soort truien zijn er best wel in. Het lijkt een beetje ook op wat ik gisteren van Chiquelle had, maar deze valt wel lang. En ik vond deze echt super leuk. Deze kostte 15? 17. Dus niet eens zo heel goedkoop, maar New Yorkers in verhouding echt veel goedkoper. Deze valt best klein trouwens. Veel goedkoper dan H&M en Zara. Kijk. Leuk hè? Net mini beetje kort, maar het kan zeker. Ik vind hem echt leuk. Ik vind hem misschien net een beetje duur voor een simpele trui. Want dit is wel een trui die ik misschien ook wel thuis zou willen dragen. Maar voor thuis vind ik hem dan weer een beetje te duur. Maar hij is gewoon ook echt heel leuk voor naar buiten. Leuk kleurtje. Net niet echt zalm. Iets meer roze. Kap. En ringen. Ik heb die ook bij Combo, maar ik ben die kwijt. Dus ik heb deze even gehaald voor €2. Ik vind dat altijd heel leuk bij mezelf staan, ringen. Ik wil misschien ook wel met date ringen in. Maar sommige mannen vinden dat misschien een beetje ordy. Sorry voor Polly. Kan er niks aan doen. Maar echt leuk dus. Echt leuke dingen. En bij Zara ging ik gewoon elke soort broek die ik zag pakken die skinny was in maat 40. Ze pasten allemaal. Dus dat is echt een applaus. Ik wil altijd de perfecte broek vinden. Maar het is broeken kopen. Ik weet niet of jullie het ook vinden. Ik vind het zo'n drama. Ik haat het. Dus ik heb er gewoon twee gekozen die ik prima vond. Eentje die echt zwart is. Dat is deze. Die kost €25,95. Mocht je benieuwd zijn, ik ga hem nu niet aandoen. Dit is de code. Gewoon een prima broek die... Deze was wel high waist. Ja, ik weet niet. Dat is gewoon prima. Ze loopt gewoon goed aan. Ik heb gewoon op dit moment alleen die grijze broek die ik draag. Dus ik wil ook gewoon echt even een echte zwarte. Ik twijfelde hierover, want het is dus weer grijs. Maar volgens mij is het iets donkerder dan de grijze die ik heb. Want die is al een beetje faal geworden ook. En deze is low rise, vind ik. Hij heet mid rise, maar hij valt low. En als hij dus laag zit, heb ik sowieso dat buikprobleem niet. Want dan valt mijn blubbertje er. Snap je? Normaal zit er dus bij mij... Zit je nou niet mijn camera aan, Bolla? Bij mij zit zeg maar... Dan zit de broek zo en dan accentueert hier zo je buik. Snap je? Zo'n bolletje, babybuik of een vet randje. En als je een lage hebt, dan heb je nauwelijks dat randje. En dan zit het vet erboven, snap je? Dan zit dan... Ik heb echt een baby. Dan zit het vet in je shirt. Mijn buik wordt wel steeds platter, dus dat is leuk. Maar deze ook genomen. Ik dacht, waarom niet? Ik dacht elke dag een broek, dus ik mag wel eens broeken hebben. Ook maat 40. €29,95. En dat is deze broek. En ik vroeg of ze nog een andere kleur had. Maar dat was er niet. Dus die. En als laatste, ik twijfelde dus over deze. Deze heb ik echt al heel lang geleden gepast. Toen vond ik hem zo groot. Maar deze valt dus ook nog groot. En toen heb ik dus die oude roze gekocht in Berlijn. En die heb ik in XS en die is alsnog te groot, maar wel leuk. Maar deze hangt in elke Zara bij die roze. Dus ik dacht nu van ja, dan moet het wel dezelfde zijn. Dus ik koop hem gewoon zonder te passen. Maar volgens mij is hij net anders.
vind dit zo'n leuke kleur. Jawel, het lijkt wel heel erg op die oude roze. Ook oversized dus. Ja, het is gewoon hetzelfde, weet je. Ze zijn 20 euro. Ik vind dat niet zo duur. Want het is best wel echt een stevige, relatief warme. Het is best wel een stevige, relatief warme. Het is best wel een stevige, relatief warme blouse. Niet flutkwaliteit of zo. Ja, ik vind hem leuk. Ja, ik ben blij dat ik hem heb gekocht. Hij valt lekker stoer. Ik vind deze kleur echt heel tof. Dus dat zijn mijn aankopen. Best wel wat uitgegeven. En de trein is ook steeds duurder voor me aan het worden. Want eerst had ik nog korting en nu niet meer. Dus het kost me gewoon 7,80 euro om naar Almere te gaan. Vind ik best duur. Maar ja, lekker bewogen. Dus ik ben heel blij met deze dag. Nu ga ik heerlijk chillen. Het is nu 4:30. Ik moet wel echt mijn weekvlog gaan editen. Want vorige week kwamen er 3 video's en deze week nog maar 0. Dus maar allemaal leuke, goede aankopen. Dus ik hoop dat even jullie er misschien ook wat aan heeft gehad. Je ziet, ik heb bijna geen make-up op, maar je ziet dat ik nu weer lekker gezond heb bewogen. En ik voel me er zo lekker bij. Ik wil het echt weer vaker doen. Dus ik ga morgen ook weer lekker fietsen als het niet gaat regenen. Heerlijk. Dat vind ik best lastig aan werken. Je hebt gewoon op een werkdag. Ik vind zo'n vrije dag zit ik normaal ook te werken. Maar zo lekker om een dag te hebben dat je even lekker kunt bewegen en zo. Want na mijn werk ben ik gewoon te moe. En op mijn werk loop ik ook niet echt veel. Dus ik kan gewoon niet veel bewegen. En ook in Berlijn voelde ik me zo fijn. Omdat ik zoveel bewoog. En dat vind ik heel moeilijk in te plannen in mijn dagelijks leven. Dus, nou ja. En de nieuwe jongen, zeg maar. Naar wie ik zaterdag ga als hij niet ziek is. Die heeft ook echt een goede invloed op me. Die zegt ook echt van, ik ga slapen op tijd. En dan ga ik ook op tijd slapen. En die zegt ook van, ja, ga lekker sporten. Ga lekker fietsen. Dat vind ik ook heel erg leuk. En ik ben sowieso heel blij. Want hij maakt me echt heel blij. En op een goede, rustige manier. En we bellen dus heel veel. En ik heb echt heel veel zin om hem te zien ook. Dus ik ben helemaal blij en happy. Leuke spullen, leuke dag. Life's good. Doei. Ben ik nog even. Ik heb trouwens een concealer getest. Is het beter dan wat ik normaal heb? Nee, ja. Ben ik weer even. Want ik heb ook nog maskertjes gekregen. Want ik heb die samenwerking met Seventh Heaven. Die heb ik zeg maar 4 keer. Ik heb hem nu 3 keer gehad. En we zeiden laten we nu even in de vlog doen in plaats van op Instagram. Maar ze zei, heb je nog maskertjes? Ik zo, nee, oeps, ik heb ze al allemaal gebruikt. Want ik hou van maskertjes. Dus dit keer ga ik het in de vlog doen in plaats van op Instagram. Tenminste ook een post. Waarin ik dus de Seventh Heaven maskertjes aan jullie laat zien. Ja, ik laat ze ook trouwens gewoon vaker aan jullie zien dat ik er fan van ben. Oh, dat is wel leuk. Ik heb nu deze gekregen. Misschien. Ik ga morgen haar wassen. Misschien ga ik deze doen. Deze. Oh, deze is leuk. Oeh, ze heeft hele leuke gestuurd. Ik ken ze alle drie niet. Kijk. Pink Oxygen Bubble Mask. Het is denk ik een sheep. Oh my god, deze vind ik zo geweldig uitzien. Ik ben trouwens ook heel blij met mijn nagels nog steeds. Pink Oxygen Bubble Mask, oké. Okay. En ik heb Superfood Blueberry Mud Mask. Ook een sheep mask? Nee, dit is eentje die je moet opsmeren. Wat een leuke maskers. Oh, ik ben heel blij dat ze mijn maskers heeft gestuurd die ik nog niet ken. Ik ga ze... Wow, dit is nu gesponsord wat ik nu zeg. Dat is zo raar. Het voelt voor mij zo gek, omdat ik dit soort dingen gewoon altijd aan jullie vertel. Nu krijg ik money om dit te zeggen. Dat vind ik wel leuk. Ik ga denk ik, morgen ga ik mijn haar wassen, want dan zit mijn haar vrijdag is het goed en zit het zaterdag goed voor de date. Zit de laatste tijd alleen, ik heb heel veel moeite met mijn haar de laatste tijd. Ik ben er niet helemaal blij meer mee. Maar goed. Dan ga ik denk ik dat masker in doen. Of wordt je haar er echt heel vet van? Nee, vast niet. Hair and Roots. Nou ja, deze ga ik dan morgen testen. En die bubbelmask denk ik. En daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ben sowieso echt... Ik heb deze week bijna elke avond zo'n masker gebruikt. Want ik heb hele onrustige huid. Het gaat beter hoor. Maar weet je nog hoe erg het in Berlijn was? Het gaat dus beter. Maar ja, mijn huid is niet zo goed op het moment. Echt sinds ik aan de pil weer ben. Nou, anyhow. Mijn Albert Heijn boodschappen worden vanavond ook bezorgd. Ik ben ook echt, dat hoef ik ook niet te zeggen, want dat is natuurlijk voor Instagram samenwerking, maar zo blij met die L'Occitane potjes. Die kleurtjes, die doe ik bijna elke dag op mijn lippen. En deze lipsticks, dat kun je dus winnen op mijn Instagram. Dit is echt niet gesponsord wat ik nu zeg, maar ja, ik sta gewoon... Oh hier, deze had ik vandaag mee. Ik gebruik het soms ook als blush. Heel leuk en ik vind het ook echt leuk staan zo hier op mijn schaaltje. Oké, nu ga ik eventjes dingen doen. Hallo allemaal, ik heb zo hard gefietst. Ik was 2-3 minuten te laat. Maar ik dacht, ik wil toch fietsen. Dus ik heb echt gefietst voor mijn leven.
Ik voel me dus zo ontzettend goed door gisteren. Dat is niet normaal. Ik heb de laatste tijd echt al een maand, denk ik, echt problemen met mijn huid. Ik dacht wel dat ik weer aan de pil ben gegaan. Ik weet het niet precies. Maar, oh, ik heb het warm. Ik doe tegenwoordig een hemdje onder mijn kleren. Omdat ik het altijd zo koud heb. Ik ben altijd veel te koud gekleed eigenlijk. Maar op de fiets is dat hemdje echt zo heet. En het ding ook. Oh. En dit zit vast. Echt heet. Maar mijn huid. Ja, nou, ze zal het nu niet zien. Maar ik zag echt. Ik keek vanochtend in de spiegel. Zonder make-up. En ik zag er zo gepakt uit in één dag. Dus dat is ook waarom ik vandaag meteen wilde fietsen. En ik wil eigenlijk morgen ook weer naar de sportschool. Ik weet dus niet of de date zaterdag doorgaat, want hij is echt niet lekker. Nou, hij wil dan dus echt niet afspreken, wat goed is. Ik bedoel, hij geeft het op tijd aan. Oh ja, en ik had Baptiste droogshampoo besteld bij AH gisteren met zijn boodschappen. Het is weer 1+1. Ik heb de cherry gebruikt net. Mijn haar kon nog wel, maar ik dacht, ja, het is een beetje vettig. En het is zo goed. Baptiste. Ik vind echt sommige droogshampoos namelijk helemaal niet goed. Heel chill. Het wordt wel grijs. Ik had het nog niet uitgeworsteld. Maar volgens mij valt het wel mee. Oké. Okay. Ik heb dus dit blouseje aan, wat ik gisteren bij Zara heb gekocht. En mijn nieuwe schoenen. Deze van Naked. Die moest ik op Instagram laten zien. Dus als je even naar kleding swipe up highlight gaat, dan staat daar als het goed is een swipe up met een linkje. Mocht je ze leuk vinden. Ik vind ze echt heel tof. En ik heb ze aangedaan omdat er ook bruin in zit. Ze zijn echt heel leuk. Blij mee. Ze vallen wel een klein beetje klein. Op 41, maar ze zitten niet ruim. En als je afvalt worden je voeten ook smaller. En ik had dus 12 kilo geleden ook 41. Dus en ze zitten nu krap. Dus ja, misschien. Ik weet niet. Ik ga even alles klaarmaken. Want ik had er even niet rekening mee gehouden dat ze gisteren geen school hebben gehad. Dus het rooster voor gisteren. Gewoon opgeschreven, zeg maar. Maar dat is natuurlijk niet gebeurd. Dus dan moet ik dit wel echt doen. Alrighty. Ik had dus nog steeds heel veel rugpijn van Berlijn. Heel veel last van mijn rug. En mijn rugpijn gaat in principe altijd vanzelf over. Dus ik ga niet meer naar fysio. Vroeger ben ik heel even naar fysio gegaan. Maar ja, ik doe dat niet. Het gaat altijd vanzelf over. Maar het duurt nu wel lang. En nu door de sportschool heb ik ook nog eens spierpijn. Ik zit helemaal vast hier. Ik heb oprecht pijn. En wat ook heel grappig is, ja, dat gaan jullie niet zien, maar al mijn vet is gewoon strak. Er is geen rolletje meer. Hier. Hier zit geen rollen meer. Dus ik wil echt weer gaan sporten, want ineens dacht ik, oh ja, sporten heeft toch echt wel heel veel effect. Wow, het bord staat vol. Ik ga vanavond niet alle lessen doen, want we moeten oefenen voor de viering. En verkleedkleren zoeken en... Gadver, deze pompoen. Zien jullie dit? Hij is misschien wel, hij zou hem mee naar huis nemen, maar hij doet het dit niet. Ik zei, gooi hem weg. Toen zei hij, nee, ik wil hem mee naar huis. Toen dacht ik, ja, oké. Maar nu heeft hij hem nog steeds niet mee naar huis genomen, maar het is echt smerig. Maar, wat zei ik? Oh ja, we moeten even kunstwerk maken, want we hebben de viering, maar daar hebben echt maar 4 kinderen een rol. Dus ik dacht, als we nou even kunstwerk maken, dat ze die vast kunnen houden. Woestijnlandschap, maar ik weet nog niet precies hoe en wat. Dus ik moet een beetje improviseren vandaag. Nou, kom op Charlotte. Gaan we. Oké, we zijn bezig voor de viering en we zijn... Alle kinderen die niet gaan toneelspelen of iets anders doen, die gaan de achtergrond vasthouden. Dus we zijn een soort van woestijn en oasis en zo aan het maken. Het is echt een chaos in de klas, maar ja, komt goed. Hoop op betere tijden, geef ons kracht om op te staan. Goed zo. Haak je af, hoe lang verder hou je vol? Haak je kracht, kun je net te hebben. Geef ons moed om vol te houden, geef ons zin om door te gaan. Geef ons hoop op betere tijden, geef ons kracht om op te staan. Als de drempels vijand worden. Hebben we dus alleen maar geverfd, maar dat kan, want we werken hartstikke hard. We hebben dus geen rekenen gedaan, maar dat waren de doelen. Maar we redden het wel om vanmiddag eventjes kort aan ons werkpakket te werken. Dan gaan we even schrijven en spelling, dat redden we allemaal wel vanmiddag. Nu ga ik kijken wie ze eten en drinken mag. En echt... Oh, ik ben het aan het filmen nu, dus ik kan het ook wel even zeggen. Wat ik net tegen jullie zei, ik ben echt heel trots op mijn klas.
Want ze hebben dus... ik heb ze blaadjes gegeven. Met voorbeelden van woestijnen en oases. En ik heb eigenlijk verder niks gezegd. En ze hebben af en toe heb ik wat verf voor ze gepakt. Maar ze deden het ook gewoon zelf. Ze moesten samenwerken. En ze hebben helemaal zelf dat gedaan. En het is super mooi geworden. Ze hebben het dus helemaal zelf eigenlijk gedaan. Naar aanleiding van een plaatje die ze kregen. Ze moesten samenwerken. Dat ging vrijwel bij iedereen goed. En toen er opgeruimd moest worden. Zijn ze dus... Iemand begon en iedereen begon op te ruimen, schoon te maken, elkaar nog te helpen waar het nodig was. Tekeningen opgeruimd, iemand die nog niet het af had, gingen ze elkaar helpen. En ik had gewoon niks gezegd en dat hadden ze zelf niet eens door. Dus ik zeg daarna van, wow, hebben jullie wel door dat jullie dat gewoon helemaal zelf hebben gedaan? Dus dat is echt, ik ben zo trots op zo'n, dit is gewoon een groep 4 klas. Dus dat mag de vlog ook nog wel even weten. En nu gaan we eten en drinken. Ik dacht ineens, waarom niet? Jullie zijn zo goed stil. Ja, die ga ik nu opschrijven. Oh, leuk. Is dat 2 keer met dezelfde... Steek even je vinger op als je nu niet alle woorden in je schriftje hebt staan. Dan wachten we even. Oké, ik ga ze nu weghalen, want we gaan nu een nieuwe regel. Gaan we door. Jullie mogen het weer bedenken, maar het moet een woord zijn met een regel die we hebben geleerd. Ik wil dat je voor je het woordje zegt, eerst zegt wat voor soort woord. Dus bijvoorbeeld woorden met S of Z, zeep. Woorden met of 5. Ja, zo ben ik dat je het doet. Soort? Moeilijk. Want dat is niet alleen woorden met of z, maar ook nog woorden met eer. Oké, het is 5:30. Eventjes 20 minuten pauze gehouden. Toen ging ik aan een nieuwsbrief werken met mijn collega. En dat is echt... Normaal was een nieuwsbrief een taak voor 1 persoon, maar wij wilden het samen doen dit jaar. Het is in principe prima te doen in je eentje, maar we krijgen ook maar de helft van de punten qua taakuren, zeg maar. Omdat we het samen doen, maar het is zoveel gezelliger. Dat was heel leuk. En toen gingen we aan de slag voor het afscheid van de directrice. En gingen we brainstormen. En we zijn echt wat veel te lang doorgegaan, het is pikken donker buiten. Maar het gaat echt geweldig worden. Ik kan er nu niks over zeggen, want stel ze ziet dit. Maar ik ben helemaal enthousiast, want we hebben vet veel leuke ideeën bedacht. Waar ik me helemaal op kan verheugen. Het is wel veel werk, maar het geeft me altijd goede energie. Maar ik heb dus nu nog niks voorbereid voor morgen, maar het maakt niet zoveel uit. En morgen is de viering. Ik moet ook nog over 4 uur moet ik naar bed of zo. Maar ik ga nu lekker naar huis fietsen en het was een super goede dag. Ook met de kids, echt heel leuk. 5:00 voor 6:00. Ik heb me niet zo heel erg eigenlijk. Ik ben wel echt helemaal kapot. Maar als je dus zoveel, het is donker, goede dingen hebt gedaan, is het zo'n lekker gevoel. Ik vind deze blouse echt leuk. Ik ben blij dat ik hem heb gekocht. Ik had hem dus aan met me. Oh, dat had ik al verteld, hè? Hey, ik heb ook gefilmd in de klas vandaag. Oh, jongens, mijn klas dit jaar. Hé, hey, vlek. Maar ja, ik zei het al. Ze zijn echt fantastisch. Ik, ja, zit alweer lekker in mijn vel. Daar ben ik blij om. Ik moet echt gaan editen vanavond. En ik moet mijn haar wassen. En ik wou dat maskertje nog opdoen. Dus ik moet best wel veel doen en koken. Maar eigenlijk ben ik nu kapot. Dus ik ben nu eigenlijk te moe om mijn haar te wassen. Ik ben eigenlijk ook te moe om te koken. En ook te moe om te editen. Dus ik wil eigenlijk even niks doen. Maar ik weet niet of ik me dat kan permitteren. Hey Bol. Oh ja, ik heb per ongeluk een lichtje aangelaten. Dit licht. En dat is heel fijn eigenlijk voor body. Maar het is natuurlijk super zonde van de stroom. Maar daardoor kom ik dus thuis. En is het niet helemaal donker voor de Bol. Dat is voor de Bol wel heel leuk. Maar ik weet niet zo goed wat daar... Ja. Hallo schatty. Ja, ik vind bellen ook leuk. Maar ik haat bellen normaal. Ja, maar als iemand mij belt, neem ik eigenlijk nooit op. Alleen bij jou. Oké, welke gaan we kiezen? Oh, very charming. Deze of deze? Wooly. Superfood Blueberry Mud Mask. Cleans and Soothe.
Of refreshing en detoxifying. Ik ben benieuwd naar deze, maar ik denk dat deze beter is. Wil jij nou gaan doen? Het is echt heel idioot. Zo, meneer heeft iets nieuws ontdekt, mevrouw. Jeetje. Alles goed? Schoonkip. One bubble sheet mask. Help the fruits. Trap the bubbles and squeeze. En het ziet er zo leuk uit. Ja, wat ik dus al zei, ik kocht dit soort maskers altijd vroeger voor slaapfeestjes. Nou, ik ga hem gewoon lekker opdoen, want normaal lees ik het ook niet. Ik ben zo benieuwd. Hallo, Woody. Oh my god. Ik moet eigenlijk ook nu, ik heb nu een beldate nog. Een random beldate. We waren weer leid aan het appen, maar hij wil lezen. Dus ik zei, ga lezen. Dan ga ik je straks over horen. Dus ik zei, ik bel je om 21:34. Het is het al geweest. Oh my lord, het ruikt helemaal naar grapefruit. Oh my god. Ik ben super zenuwachtig voor morgen. Want we hebben dus nog geen één keer, dat is wel lastig. Eén keer gefacetimed of iets en dan meet je elkaar op het station. Oh my god, ik vind het zo spannend. Ik hoop echt dat, ik ben vooral altijd, natuurlijk is het ook spannend hoe hij is, maar ik ben altijd zo bang dat ik dan tegenval. Niet per se met zijn persoonlijkheid, want die kent hij nu wel. Dit masker is vet leuk en het ruikt super lekker. Oh man, je zou eens moeten zien hoe ik eruit ziet dat met je bel. Nou, daar gaan we. Oortjes. Foei. Als je nou hard again doen. Met de mailbox. Ik heb letterlijk nog nooit zo'n voicemail gehad. Oké. Okay. Interesting, interesting. Het zakt een beetje. Wel ideaal zo'n sheet. Het gewoon, moet gewoon één keer af. Maar wat heeft het dan voor zin, vraag ik me af. Het zit dan toch niet... Oh ja, het schuimde er ook onder. Dus ik denk, het schuim erop is denk ik gewoon voor het leuke effect. Want aan beide kanten zat dat spul. Ik denk, zodra het met de lucht in aanraking komt, gaat het schuimen of zo. Ik vind het, moet wel echt zeggen dat ik dit wel heel aantrekkelijk vind. Het is echt wel next level. Ik ben vet zenuwachtig en enthousiast en blij, want vandaag is de date. En dit is echt anders dan alle andere keren. We hebben zoveel contact. Hij is ook zenuwachtig. Oké, okay. Ik heb nog ongeveer anderhalf uur voordat ik weg moet, dus ik ga maar eens lekker douchen en klaarmaken. En het is echt rot weer, maar hij zei ik ga een grote paraplu kopen voor als we twee, dat we eronder kunnen lopen. Oké, okay. Ik ga douchen. Koken. De hak moest op. Het is slecht, heel weinig gekookt deze week volgens mij. De snijbonen moesten op. Gaat er iets minder uit, maar... Weer zo'n standaard gerechtje wat ik altijd doe. En deze doe ik er weer door. En het is al 8:30 s'avonds, echt veel te laat. Oké, ik ben een beetje dom, want ik ging om 9:45 naar boven, haar gewassen. En toen, mijn date, die was vanavond gezellig een avondje bij familie en zo. Dus hij was nog niet thuis. Dus ik heb het van, ik ga slapen. En toen zei hij, oh nee, ik ga net weg, ik wilde je net bellen. Kan het nog? Toen zei ik, oké, het kan nog wel, want ik ben toch nog niet in moe. Het was natuurlijk heel laat, pas opgestaan. En nu is het 12:30 en we weer heel lang zitten bellen. We kunnen gewoon niet stoppen. Het is wel echt heel leuk, jongens. Ik ben echt veel rustiger in dit geval, maar het gaat zo chill. Het is zo leuk. Ik ga hem ook wel echt steeds leuker vinden. Het is wel goed. Het is echt heel goed. Dus donderdag gaan we na werk weer in Utrecht afspreken. Want het is gewoon wel echt ver de hele tijd. En in de spits is het... Ja, we gaan ook echt nog niet bij elkaar thuis afspreken en zo. Dus waarom niet eventjes eten? Ik dacht, neem ik gewoon mijn laptop mee. Kan ik wat werken in de trein? Dus dat is dan donderdag. En dan dus weer het weekend daarop. En misschien ook nog over, door de week daar... Niet vroeg aankomende week, maar de week daarna. Dus oké. Okay. Nou, bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Volgens mij vooral juffe dingetjes deze week. En doe even je duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet niet te volgen op Instagram en mijn andere video's ook te kijken. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!